aquareltip schetsen. Waarom gebruik ik hulplijnen in mijn schets? Hulplijnen gebruik ik vaak als ik architectuur schets. Bijvoorbeeld achter mij zie je een poort. En dan is het belangrijk dat het midden van de poort en de twee zijmuren natuurlijk gelijk zijn. Ik vind dat best lastig om dat zo uit de losse hand te kunnen tekenen. Wat ik dan doe, dan trek ik met mijn potlood in het midden van het poortje een potloodlijn. Ik druk heel zachtjes, niet te hard, zodat ik kan uitmeten dat aan beide kanten er evenveel ruimte is. Zodat dus, als ik die hulplijn dan later uitgum, dat het poortje klopt, dat beide zijden van het poortje gelijk zijn. Zo werk ik met hulplijnen. Niet alleen bij architectuur, maar ook bijvoorbeeld bij het stillevens. Als ik een kruik moet tekenen, dan is het ook belangrijk dat de twee buitenkanten van de kruik gelijk zijn. En als je het later uitgumt, heeft niemand in de gaten dat je een hulpmiddeltje hebt gebruikt. Een aquareltip voor jou. Doe er je voordeel mee. Mago van de Aquarel Academie.